Welkom bij een nieuwe video. Leuk getekend, hè? Dit is mijn allereerste tekenvideo. Sorry voor mijn stem, jongens. Maar laten we snel beginnen. Vandaag tekenen we de Beef Balls, a.k.a. Durburger van Fortnite. Oké, nu gaan we tekenen. Wacht. Zo, dit is de potlood waar ik vandaag mee ga tekenen. Oké, we beginnen. We beginnen eerst met de onderkant, het onderste broodje. En dan zetten we een klein stukje van de tong. En dit is zeg maar het vlees van de burger. Dan zetten we die een beetje omhoog. Ja. Ik moet af en toe wel een beetje kijken wat ik aan het doen ben, dus daarom praat ik af en toe niet. Zetten we zeg maar de kaas erop. Dit is zeg maar. Als jullie willen, teken gewoon lekker mee. Dit is zeg maar de saus. En dan hier. Zeg maar, ik heb gezien via YouTube dat zeg maar een beetje. Ja, dat ja. En dan. Zetten we hier, zeg maar, hoe heet dat? Ja, dat weet ik. En dan zetten we, zeg maar, dit is de binnenkant van de mond van Durburger. En zeg maar, dit is, zeg maar, de tong. Laat maar zien. Oké, en een beetje, zeg maar, zo'n. Zeg maar dit. Is zeg maar. Ja, uit. Op het rondje. Van zeg maar een beetje dat. Ja, het effect in een tekening. En dan gaan we nu. Met het eerste oog. Dit is. De burger is nog niet klaar. Want hier zeg maar dat soort van olijven iets. En dan zijn we er niet klaar, want er komt zeg maar nog het lichaam van de burger erop. Jullie zouden misschien denken dat de burger hier een beetje wat dikker uitziet. Klopt ook wel. Durburger zit hier ook. Kijk, deze tekening lijkt Durburger ook super dik. Maar dat is denk ik niet de bedoeling van. En nu gaan we. Misschien, je kan hem dan ook wel dunner maken, maar ik denk een beetje de ruimte van het papier. Dan zetten we hier de potloden. Gaan we hier. Hier gaan we het mee inkleuren. We beginnen met. Het broodje. Pakken we oranje. Teken nog gezellig mee, jongens. Spoel de video gewoon terug als jullie het niet zo goed hebben gevolgd. Dit is het begin van het broodje. Maak ook even de bovenkant. Dit is zeg maar het broodje van de burger. Welke kleur is dit?
Oh, dit is groen. Ja, door die camera kan ik het niet goed zien. Oké, nu gaan we door naar het vlees. En door naar het vlees, heb ik alweer zeg maar, ik herhaal ze vaker dingetjes. Het vlees is gemaakt, gaan we door naar het kaas misschien, omdat het best wel hele lichte kleur is. Hebben we zeg maar, gewoon zie je het niet goed. Nu gaan we zeg maar de binnenkant van. Is het die bruin? Ja, ik heb die zwart nodig. Waar ligt die zwart überhaupt? Oh, hier. Ik heb hem helemaal voorbereid, dus die weet ik dus niet waar alles is. Dit is de binnenkant van de mond. Kijk, ik heb hier zeg maar een klein versie van Durburger gemaakt. Hier nog te meten hebt, maar ja. Dit is zeg maar een beetje de. Wanneer hij te veel naar het restaurant en voor net is geweest. Dit is zeg maar de tong van Durburger, want die hangt altijd een beetje uit. En dan pakken we groen. Zeg maar een beetje van het olijven ding wat hij met in zijn hoofd heeft zitten. Klinkt misschien een beetje gek. Jij gebruikt ook huidskleur dan een beetje voor dat steeltje, want anders als we oranje of zo pakken dan... Wat? Ja, oké, zo. Ik hoorde net van de cameraman. Beetje rood. Laat ook vooral in de reacties weten wat jullie... wat wij ik moet maken in de volgende tekenvideo. Ik heb even die nodig. En dan maken we zeg maar van die ene dingen... Hier is nog wat ik bedoel. Ja, dit moet nog. En dan pakken we heel even... Oh, hier. Hier pakken we even de gum. En dan hebben we dat ene tekenlijntje uit de gum hier zo. En dan ziet het een heel klein beetje 3D uit. Pakken we deze... En nu, lekker slim, gaan wij eerst de mouwen inkleuren met lichtblauw. Nu ga ik naar de andere mouw. Een beetje zijn naar kijken als ik niet praat, maar in de echte video die jullie gaan zien, komt er denk ik muziek achter bij alle stukjes waar het stil is. Of de gewoon de hele video en dan zacht. Nu maak ik zeg maar dit. Laat het lekker gewoon in de reacties. Of volgende. Ik kan tekenen, ik kan misschien een keer marshmallow of tomato head. Ja, zoiets. Of mezelf natuurlijk. Of misschien andere YouTube kanalen. Zoals Plenty Fenty, ja. Super leuk met je, Felix. Weet niet.
Als mensen dat in de comments laten, vind ik het best. Misschien ook wel, maar oké. Okay. En, oh ja, wacht. Zet ik mijn... Waar blijft die potlood telkens, joh? Ik heb ook wel even... Oh, hier is de potlood gewoon. Dit is de tekening. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan niet klaar. Kijk, jongens. Abonneer op mij, op deze video. Hieronder, zeg maar. Like de video massaal. Maar niet naar beneden, hè. Dat vinden wij niet fijn. En naast de abonneerknop hangt, zeg maar, een belletje ringlingling. Daar... Het zou wel fijn zijn als je daar even op gaat klikken. Ik kan niet goed die klikduimpjes maken, maar klik even een zaal op. Hier, op het belletje. En dan zeg ik nog maar één ding. Later, alligator. Oh ja, en laat er natuurlijk een reactie achter wat ik volgende keer moet tekenen. Zeg ik nog één ding. Later, alligator.